Ik ben Sandra Bonestro. Ik werk inmiddels 8 jaar bij ARAG en ik ben volledig gespecialiseerd in het arbeidsrecht. En in mijn dagelijkse werk sta ik zowel werkgevers als werknemers bij juridische conflicten of vragen die in het dienstverband kunnen reizen. Vandaag wil ik jullie graag meenemen in mijn praktijk en dat zal ik doen aan de hand van 3 onderwerpen. Ik ga je in te ver. Contracten voor bepaalde tijd en dan vooral de bijzonderheden van een contract voor bepaalde tijd. Ik zie dat daar best veel in misgaat en de WWZ heeft dat in 2015 niet makkelijker gemaakt. Daarna zal ik nog even stilstaan bij de zieke werknemer en het ontslag op staande voet. Gedurende mijn presentatie zal ik regelmatig jullie om je mening vragen of jullie kennis testen. Als jullie vragen hebben, laat me dat vooral even weten. Ik kan wellicht niet alle vragen direct beantwoorden, ook gelet op de tijd. Maar weet dat we daar dan later op terug zullen komen. Ik wil graag beginnen met een stelling. Muis is heel gevoelig. De proeftijd. Mag je in een contract van 6 maanden een proeftijd opnemen? Is dat nee? Ja voor 1 maand of ja voor maximaal 2 maanden. Ik zie dat de meeste stemmen gaan naar antwoord 1. Toch zijn er ook een aantal mensen die 2 en 3, daar is niemand van overtuigd. Nou, overtuigend hebben jullie gekozen voor antwoord 1 en dat klopt. Een proeftijd mag je na invoering van de WWZ niet meer opnemen in een contract van 6 maanden of korter. Dus vanaf 6 maanden en 1 dag mag het wel. Dat is een van de redenen waarom we ook tegenwoordig veel contracten voor 7 maanden zien, omdat je daar dus wel een proeftijd in mag opnemen. Nou, hoe lang mag die proeftijd dan zijn? Als je tussen 6 maanden en 1 dag en 2 jaar is dat 1 maand, 2 jaar of langer. 2 maanden en in geval van een contract aangegaan voor onbekende duur, denk bijvoorbeeld aan een project, mag dat 1 maand zijn. Bij cao kan anders zijn overeengekomen, dus val je onder een cao is het altijd goed om even te kijken of daar iets afwijkends in is opgenomen. Nou, wil je een proeftijd opnemen in een contract, dan is het belangrijk dat je dat altijd schriftelijk doet, dus niet mondeling afspreekt en dat deze voor beide partijen gelijk is. Wat nou als je per ongeluk een verkeerde proeftijd hebt opgenomen in het contract? Dan komt deze geheel te vervallen. Wij noemen dat een beding dan nietig is. En dat betekent dat er gewoon een streep door wordt gezet en dat wordt gedaan alsof dat nooit is overeengekomen. Dat weten niet veel mensen. Heel vaak wordt ervan uitgegaan dat als je bijvoorbeeld per ongeluk 2 maanden hebt opgenomen, maar het 1 maand mocht zijn, dat je dan wellicht toch binnen die maand wel mag opzeggen. En dat is dus niet correct. Dus het is altijd goed om dat even goed te checken van, goh, welke proeftijd mag ik in dit contract opnemen? Ik kijk even of hier vragen over komen. Ondertussen wil ik degene die geen vragen hebben alvast aan het denken zetten over het tweede onderwerp, een concurrentiebeding. Mag je die opnemen in een tijdelijk contract? Nee, jawel, maar dit mag niet langer zijn dan de duur van het contract. Of mag alleen op het moment dat je het belang daarvan goed motiveert en dat het belang ook aanwezig is bij aangaan van het contract. Nou, alle 3 krijgen stemmen. Ik kijk nog even wat de winnaar wordt. Hij lijkt te blijven staan op antwoord 3. Nou, dat klopt. In de juridische wereld is meestal ook het langste antwoord de juiste. Dus in dit geval was dat ook correct. Een concurrentiebeding mag je in principe niet in een tijdelijk contract opnemen. En dat is ook weer met de WWZ zo ingevoerd. De wetgever die vond het erg nadelig voor een werknemer dat als een werkgever zegt, goh, ik wil niet met jou verder, dat een werknemer dan niet vrij is om een nieuwe baan te zoeken, maar dus kan zitten met de gevolgen van het concurrentiebeding. Vaak wordt toch nog wel de denkfout gemaakt dat als beide partijen tekenen voor zo'n concurrentiebeding, dat het dan toch geldig is. Nou, dat is niet zo. De wet is hier echt leidend. Daarvan mag je niet de nadelen van de werknemer van afwijken. Er is 1 uitzondering opgenomen. Stel dat jij denkt dat jij een bedrijf hebt waarbij een concurrentiebeding echt noodzakelijk is, zelfs in een contract voor bepaalde tijd.
dan moet je dat opnemen in het contract en goed motiveren wat jouw zwaarwegende bedrijfsbelang is. Dus je moet schriftelijk vastleggen wat je belang is. En dat belang moet er zijn op het moment dat je het contract aangaat, maar ook nog op het moment dat het contract eindigt. We zien dat deze motivering erg lastig is. In de laatste 4,5 jaar dat de WWZ nou geldig is, heb ik volgens mij nog maar één uitspraak gezien waarin het concurrentiebeding in stand is gelaten. Dus ik kan je eigenlijk nog weinig meegeven van goh, hoe moet die motivering er nou uitzien. De rechter toetst dat gewoon heel streng, omdat het uitgangspunt van de wet gewoon heel duidelijk is en het een heel groot gevolg heeft voor de werknemer. En daar wordt de werknemer dus echt voor beschermd. Ik kijk even of hier nog vragen over zijn. Nou, ik zie niks binnenkomen. Zo wil ik het volgende stelling voor jullie neerleggen. Tussentijds opzeggen. Mag dat? In een tijdelijk contract. Ja, dat mag, mits je de opzegtermijn in acht neemt. Alleen als je dat bent overeengekomen of als je toestemming hebt van het UWV. Er wordt gestemd voornamelijk op antwoord 2, maar ook 1 krijgt wel een aantal stemmen. Ik zie niet meer stemmen binnenkomen. En het klopt. Antwoord 2 is het juiste antwoord. Veel werkgevers weten niet dat je een tijdelijk contract niet tussentijds kan opzeggen. Dat is echt iets wat je moet overeenkomen. De wet is in principe ook het uitgangspunt, hè? Niet tussentijds beëindigen. Dat moet je overeenkomen. Het is natuurlijk ook heel fijn als je weet, van goh, ook als werkgever, van goh, een werknemer kan niet opzeggen in een bepaalde tijd. Bijvoorbeeld als je iemand inhuurt ter vervanging van een medewerker die met zwangerschapsverlof gaat. Dan is het fijn dat je niet halverwege dat verlof weer opnieuw iemand moet gaan inwerken. Voor de werknemer is het natuurlijk ook prettig. Die weet van hey, de komende 10, 12 maanden heb ik gewoon een baan. Kan je dan nooit tussentijds opzeggen? Veel werkgevers zeggen ja, maar als we dat allebei willen, dan kan dat toch? Nou, in principe ja, dat kun je met elkaar overeenkomen. Alleen de werknemer zal geen WW-uitkering krijgen tot de einddatum. Stel dat je bedrijfseconomisch heel zwaar in zwaar weer komt, kun je het UWV uiteraard toestemming vragen om op te zeggen. De UWV zal dan toetsen van goh, zijn die bedrijfseconomische redenen aanwezig? Zo ja, dan wordt de toestemming verleend. Maar vervolgens mag je de toestemming niet gebruiken om op te zeggen, omdat er geen tussentijds opzegbeding is overeengekomen. Biedt de kantonrechter dan soelaas? Nee, een kantonrechter die zal kijken van goh, hè, moet het dienstverband eindigen? Als hij aangeeft, ja, dat vind ik hier gerechtvaardig, dan zal hij in principe een vergoeding toekennen, gelijk aan het aantal maandsalarissen tot einde dienstverband. Dus als werkgever schiet jij er financieel dus eigenlijk helemaal niets mee op om naar de kantonrechter te gaan. Daarom is het heel belangrijk om van tevoren bij een contract altijd heel goed na te denken, vooral wil ik nou een tussentijds kunnen opzeggen. Als je heel duidelijk een bepaalde duur hebt waarvoor de werknemer beschikbaar moet zijn, dan niet. Op het moment dat je zegt, hey, ik wil toch die opening openhouden, want ik ga toch een contract voor bijvoorbeeld 12 maanden aan, dan is het goed om toch een tussentijds opzegbeding op te nemen. Voor beide partijen moet deze tussentijds opzegging dan mogelijk zijn en ook moet deze schriftelijk worden opgenomen. Grote denkfout die vervolgens wordt gemaakt, is dat een werkgever denkt, nou, hè, ik kan deze werknemer eigenlijk niet meer betalen, of het functioneren is niet goed, de klik is er niet. Dat een werkgever tussentijds opzegt, eenzijdig. En dat mag niet. Ook al staat er in het contract, beide partijen mogen opzeggen, wil dat niet zeggen dat jij dat als werkgever zonder toestemming van het UWV kan doen. In die zin is het niet anders dan een contract voor onbepaalde tijd. Wil je opzeggen, dan zul je toestemming moeten hebben van het UWV of de kantonrechter om ontbinding verzoeken. De werknemer kan wel, net zoals bij een contract voor onbepaalde tijd, wel tussentijds gewoon opzeggen met inachtneming van de opzegtermijn. Ik heb een voorbeeld. Stel, een werknemer is voor een jaar in dienst bij een gespecialiseerd bedrijf dat met nieuwe technologie speciale lens maakt en die voor meerdere doeleinden gebruikt kunnen worden. Vanwege deze nieuwe technologie is een gemotiveerd concurrentiebeding opgenomen in het jaarcontract. Ook is met elkaar overeengekomen dat tussentijds kan worden opgezegd. Werkgever wil van werknemer af en zegt het dienstverband tussentijds op. In dit geval zou dat kunnen.
Alleen, werkgever die is er voorbij gegaan dat hij toestemming nodig heeft van het UWV. Dus werkgever heeft in dit geval eenzijdig opgezegd. En de gevolgen voor hem kunnen heel groot zijn. Werknemer kan namelijk aangeven, hey, er is onregelmatig opgezegd, dus ik maak aanspraak op mijn dienstverband. Werknemer kan zich er ook bij neerleggen dat het dienstverband is geëindigd. En hij kan dan een beroep doen op een schadevergoeding, eventueel de aanzegtermijn, hè, want die normaal gesproken in acht had moeten nemen, en een billijke vergoeding. Dus dat kan behoorlijk in de papieren lopen aan kosten die jij als werkgever hebt op het moment dat je foutief opzegt. Voor deze werkgever is waarschijnlijk wel zijn grootste belang dat concurrentiebeding. Maar doordat hij onregelmatig heeft opgezegd, kan hij geen beroep meer doen op het overeengekomen concurrentiebeding. Dus die komt te vervallen. Dus als altijd heel belangrijk dat je goed kijkt van goh, of je nou een contract voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd hebt, van dat je op de juiste wijze opzegt, anders komt dus het concurrentiebeding te vervallen. Ik zie dat er nog geen vragen binnenkomen. Wacht heel even af. Dan gaan we naar het volgende onderwerp, het aanzeggen. Nou, ik denk dat jullie inmiddels allemaal wel weten, het is uitgebreid in het nieuws geweest, een hele grote campagne. Ik denk dat elke werkgever wel weet dat je een maand van tevoren aan je werknemer moet laten weten of je wilt verlengen of niet. Ik zie daar op zich niet zo heel veel fout gaan. Maar toch lijkt het in de praktijk soms moeilijker dan het lijkt. Aan de hand van het voorbeeld zal ik dit kijken hoe jullie hier tegenaan kijken. Een werkgever heeft een werknemer in dienst voor 8 maanden en het contract loopt tot aanstaande 1 december. In deze maand, dus in oktober, bespreekt hij met werknemer dat hij haar contract gaat verlengen. Werknemer is hier heel erg blij mee, maar geeft aan dat ze graag meer wil gaan verdienen. En werkgever zegt, nou, daar ga ik nog even over nadenken. Heeft werkgever hier voldaan aan zijn aanzegverplichting? Ja of nee? Wat denken jullie? Ik zie je al 2 keer, nee, 3 keer zelfs kunnen jullie ook aangeven waarom jullie denken dat dat zo is. Ik krijg je 1 antwoord binnen. Het is niet schriftelijk gedaan. Nou, dat klopt. Alleen dat is niet het enige wat hier fout gaat. Je zegt ook iemand, hè, van, nou, ik denk wel dat hij voldaan heeft, want hij heeft het netjes aangegeven. Aanzeggen is niet alleen laten weten of je wel of niet gaat verlengen. Op het moment dat je niet gaat verlengen, dan is die mededeling voldoende. Die moet je wel schriftelijk doen. Dat zie ik nog wel vaak fout gaan. Vooral in kleine bedrijven zijn de lijntjes natuurlijk kort, werk je vaak samen, intensief met elkaar samen en wordt dit gewoon op de werkvloer met elkaar besproken. Dat kan een werkgever wel duur komen te staan. Ik heb al meerdere malen meegemaakt dat een werkgever bij ons aan de bel treft van, hey, ik heb tijdig aangezegd, maar werknemer maakt toch aanspraak op de boete van de maand salaris. En op het moment dat de werkgever het niet schriftelijk heeft bevestigd, moet ik hem helaas antwoorden dat dat terecht is. Dat werknemer die boete kan opeisen. Op het moment dat je wel wilt gaan verlengen, zul je de werknemer ook moeten laten weten onder welke voorwaarden je gaat verlengen. Dus dat is in het voorbeeld ook misgegaan. Hij had het niet schriftelijk gedaan, maar hij heeft ook niet laten weten onder welke voorwaarden. Want hij heeft immers tegen werknemer gezegd, daar ga ik nog even over nadenken. Dus werkgever heeft daar op 2 punten is hij de fout in gegaan. In mijn sheet heb ik ook even opgenomen dat de boete maximaal een maand salaris is. Want dat weet ook niet iedereen. Op het moment dat je 1 dag te laat hebt aangezegd, ben je ook alleen maar een boete verschuldigd over die 1 dag. Dus dan ben je niet gelijk een heel maand salaris verschuldigd aan de werknemer. Dus hoe later je aanzegt, hoe groter de boete wordt. En het is dus maximaal 1 maand salaris. Niet alle contracten hoef je aan te zeggen. Contracten korter dan 6 maanden. Dus 6 maanden wel. Dus dat is een groot verschil, hè, met de proeftijd die we hebben gezien. Dat was ook 6 maanden dat dat niet mocht. Bij dit, in het geval van aanzeggen, moet je bij 6 maanden dus wel aanzeggen. Alleen de contracten die korter zijn niet. En contracten waarvan geen einddatum is vastgesteld. Bijvoorbeeld als je iemand inhuurt ter vervanging van ziekte. Of voor de duur van een project. Dat zijn denk ik wel de 2 meest voorkomende voorbeelden. Wanneer er geen exacte einddatum met elkaar is overeengekomen. Aanzeggen is natuurlijk ook een beetje in strijd, hè, met dat je geen einddatum hebt. Want soms weet je dat ook gewoon niet lang van tevoren. En dan zou het gek zijn als je dan moet aanzeggen een maand van tevoren.
Even terug naar dat voorbeeld. Stel, deze werkgever biedt dus eind november aan werknemer een contract aan voor de duur van 8 maanden met hetzelfde salaris. En werknemer is teleurgesteld, want hij had toch echt wel gehoopt op die salarisverhoging. Maar goed, ze gaat toch akkoord met het voorstel. Werknemer neemt zich voor om vlak voor einde van die verlengde arbeidsovereenkomst, dus over 8 maanden, eind juli ongeveer, die aanzegboete op te eisen. Kan dat volgens jullie? Ja of nee? En mocht je daar een redenering voor hebben, dan mag je die uiteraard ook delen. Ik zie de antwoorden binnenstromen voor nee, dat kan niet. Ik kijk even of iemand ook kan beredeneren waarom niet. Eén iemand zegt ja, dat kan ze wel. Waarom denk je dat? Nou, ik zie geen redenering. Misschien dat jullie dat dan net niet weten. Werknemer die kan niet op het laatst nog gaan opeisen, want dat moet namelijk binnen 3 maanden nadat de verplichting ontstond. Dus een maand van tevoren moet je opzeggen. Dus vanaf dat moment gaat er 3 maanden lopen waarbinnen je eventueel aanspraak moet maken op die vergoeding. Dus dat komt neer op 2 maanden na einde dienstverband. Hier heeft de wetgever heel erg de werkgever willen beschermen. Het zou niet redelijk zijn als je bijvoorbeeld twee keer een contract verlengt, maar bijvoorbeeld 2 keer... Nou, net te laat, dat dan werknemer die 2 boetes nog kan opeisen op het moment dat je na het derde contract zegt, sorry, we gaan toch niet met elkaar verder. De vervaltermijn is wel een hele strakke deadline. Het is niet alleen voldoende om werkgever aan te geven, hey, ik maak aanspraak op die vergoeding. Je moet dat zelfs aanbrengen bij de rechter. Dus binnen die 3 maanden moet het eventueel bij de rechter liggen als werkgever niet vrijwillig die boete betaalt. Ik krijg hier ook het antwoord van, goh, hey, met acceptatie is dat recht vervallen. Nee, dat is dus niet zo. De werknemer, als je het voorstel accepteert, ook al is die te laat gedaan, heb je nog wel recht op die aanzegboete. Want werkgever heeft gewoon niet voldaan aan hoe dat volgens de wet moet. Je ziet natuurlijk in de praktijk dat dat eigenlijk nooit gebeurt. Want ja, een verstoorde arbeidsrelatie ligt dan toch wel heel erg op de loer. Dus ik zie dat de meeste mensen gewoon blij zijn. Hey, ik mag blijven. En weet je, zand erover dat je het niet een maand van tevoren hebt gedaan. Ik heb duidelijkheid, dus het is goed zo. Zijn er tot dusver vragen? Anders ga ik naar het tweede onderwerp van de zieke werknemer. Aan het einde mogen er uiteraard ook nog vragen gesteld worden. Of als je zegt, goh, ik doe dat liever even privé. Mag dat uiteraard naar de webinar ook. Dan zien we die binnenkomen. Nou, ik zie geen... Ik krijg wel te horen, er zijn geen vragen. Ik krijg wel een vraag binnen. Als de werkgever te laat is voor opzeggen, wordt het contract dan automatisch verlengd? Nee, dat is niet zo. De wet zegt dat een contract voor bepaalde tijd in principe van rechtswege eindigt. Ik krijg de toevoeging aanzeggen, bedoel ik. Dus ik kijk even of ik de vraag goed begrijp. Dus stel dat de werkgever te laat aanzegt, wordt het contract dan automatisch verlengd? Nee, het antwoord is dan hetzelfde. Een contract voor bepaalde tijd eindigt in principe van rechtswege, dus daar is geen aanzegging of opzegging voor nodig. Dat kan alleen anders zijn op het moment dat je dat met elkaar bent overeengekomen. Dus dat je echt met elkaar overeenkomt, aan het einde van het contract moet er echt opgezegd worden. Maar dat zie ik in de praktijk eigenlijk niet gebeuren. Dus vaak staat er van in zo'n contract, we hebben een contract tot 1 oktober 2019, het contract komt van rechtswege te beëindigen. Heb ik daarmee jouw vraag beantwoord? Dus aanzeggen, dat is dus puur bedoeld om de werknemer tijdig in kennis te stellen van, goh, wordt je contract verlengd of niet? Zodat een werknemer tijdig ook op zoek kan gaan naar een andere baan, dat ze dat dus niet op de laatste dag van de maand dat te horen krijgt. Stelt iemand de vraag, maar wat als je dan stilzwijgend doorwerkt? Dan gaat de arbeidsovereenkomst volgens mij wel door. Dat klopt, dat merk je terecht op. Op het moment dat beide partijen doen alsof het contract niet is geëindigd, dan zegt de wet daarover dat je in principe onder dezelfde voorwaarden weer een contract bent aangegaan. Dus op het moment dat je bijvoorbeeld een jaarcontract had, krijg je weer een contract van een jaar. En op een gegeven moment kan dat natuurlijk stilzwijgend doorlopen naar een contract voor onbepaalde tijd. Wat zijn de kosten wanneer een werknemer na een contract van bepaalde tijd opzegt? Heeft
jij of zij dan recht op een, ik denk hij of zij dan recht op een WW of een andere uitkering. Nou, dat ligt er dus aan of je tussentijds mag opzeggen. Als je met elkaar bent overeengekomen dat het tussentijds opgezegd mag worden, dan heeft de werknemer in principe gewoon recht op een WW-uitkering. Moet je natuurlijk wel even netjes met elkaar afsluiten in het kader van zo'n vaststellingsovereenkomst, waarin netjes de eisen staan voor de WW-uitkering. Je moet je opzegtermijn altijd netjes in acht nemen. En dan kan de werknemer aanspraak maken op een WW-uitkering. Staat er geen tussentijds opzegbeding in, dan kan de werknemer pas een WW aanvragen na de oorspronkelijke einddatum. Dus dan zie je ook vaak dat werknemers niet instemmen met een beëindiging, omdat zij daar zelf helemaal geen voordeel van hebben. Dat kan alleen anders zijn, hè, bijvoorbeeld als een werknemer initiatief neemt. Van, goh, hey, we hebben eigenlijk afgesproken dat ik hier 12 maanden zou werken. Ik heb eigenlijk een hele andere leuke baan gevonden. Kunnen we toch niet met elkaar afscheid nemen? Tuurlijk, hè, dan is er niemand die daar een bezwaar tegen heeft, omdat je geen uitkering aanvraagt. Heeft stilzwijgend de arbeidsovereenkomst door laten lopen verder nog andere consequenties voor de werkgever? Nee, in principe niet. Alleen kan het dus inderdaad stilzwijgend uiteindelijk ook een contract voor onbepaalde tijd worden. Maar de arbeidsvoorwaarden blijven in principe gewoon gelijk, omdat je daar verder niks met elkaar overeen bent gekomen. Op het moment dat je daar wel over hebt gesproken en dat daar geen overeenstemming is van, hè, dus op het moment dat je wel met elkaar hebt gesproken van, hey, het contract loopt bijna af en je gaat vervolgens stilzitten, ja, dan kan je een discussie krijgen van, goh, onder welke omstandigheden, onder welke voorwaarden is het contract dan nu verlengd. Maar in principe wordt dus hier de werkgever wel beschermd, hè, zeg je niks, dan is het dus onder dezelfde voorwaarden en ook voor dezelfde duur van de overeenkomst. Hè, dus een jaar wordt weer verlengd met een jaar, 6 maanden wordt weer verlengd voor 6 maanden. Veel werkgevers maken wel daar trouwens de fout dat er een proeftijd opnieuw wordt opgenomen. Vaak werken ze dan met standaard contracten. Zo'n proeftijd kun je natuurlijk niet weer opnieuw met elkaar overeenkomen. Hè, want je weet al hoe iemand functioneert. Dus zo'n proeftijd is nietig. Dus daar kan je dan ook geen beroep op doen. Nou, ik denk dat we naar de volgende onderwerp kunnen gaan. De zieke werknemer. Nou, om even in het nieuwe onderwerp te komen, dacht ik, doe gelijk weer even een poll erin. Een werknemer meldt zich ziek en jij als werkgever twijfelt of die werknemer wel echt ziek is. Bijvoorbeeld omdat jullie net een discussie op de werkvloer hebben gehad die dag ervoor. Of een werknemer heeft nooit iets aangegeven van, goh, het gaat niet goed met me en die meldt zich ziek met een burn-out. Dan kan je daar natuurlijk terecht over twijfelen. Wat moet je dan doen? Roep jezelf de werknemer op om eerst eens even te horen van, goh, hey, wat is er eigenlijk aan de hand? Hoe gaat het met je? Wat kan ik, is er iets wat ik voor je kan doen? Schakel je de bedrijfsarts in voor een oordeel of vraag je het UWV om een oordeel over de arbeidsongeschiktheid? Nou, dan wordt er druk gestemd. Deze keer zijn jullie verdeeld over alle drie de antwoorden. Antwoord 1 en 2 die, zijn leidend. 2 heeft net een kleine voorsprong. Nou, het tweede antwoord is inderdaad correct. Je moet altijd een oordeel aan de bedrijfsarts vragen op het moment dat je twijfelt aan een ziekmelding. Je ziet dat veel mensen dit toch wel weten. Hè. 8 van jullie hebben ook gestemd voor antwoord 2. Maar toch zie ik in de praktijk dat het heel vaak gebeurt dat de werkgever toch eerst zelf in gesprek wil gaan met de werknemer. En daar wordt bij soms echt letterlijk gezegd, ik accepteer je ziekmelding niet. Dus kom maar eens even praten, dan gaan we het met elkaar erover hebben. Dus ondanks dat werkgevers eigenlijk wel weten van, hey, ik moet de bedrijfsarts inschakelen, gebeurt dat toch lang niet altijd. En ik zie dat steeds meer. Een werknemer die kan zich niet verschuilen achter bijvoorbeeld een oordeel van de huisarts. Heel vaak hoor ik werknemers zeggen tegen een werkgever van, goh, mijn huisarts zegt dat ik niet kan werken, dus daarom kom ik niet. Nou, het is niet aan de huisarts om een oordeel te geven over je arbeidsongeschiktheid of geschiktheid. He, dus de werkgever mag dat niet, maar de huisarts ook niet. En dat is een verschil namelijk tussen dat je ziek bent en misschien best een behandeling voorgeschreven krijgt van de huisarts, bijvoorbeeld rust of medicatie, maar dat wil niet automatisch zeggen dat je ook arbeidsongeschikt bent. He, dat oordeel is aan de bedrijfsarts. Dus de bedrijfsarts die gaat kijken van, hey, je bent ziek, je hebt beperkingen, kun je daarmee nog werken in je eigen werk met misschien minder uren of aangepast werk of wel helemaal misschien heel ander werk om in ieder geval die reïntegratie op te starten. Ik zie ondertussen even wat vragen binnenkomen, dus kijk even of dat hierover gaat. Ik zie de vraag, nu begrijp ik ook dat als de werknemer zelf ontslag neemt om bij een ander te gaan werken en hij in de eerste maand daar ziek wordt, dan komt deze bij langdurige ziekte wel op rekening van de oude werkgever. Klopt dat?
Nee, volgens mij niet. Ik weet niet helemaal zeker hoe dat zit met de uitkeringen, hoe dat wordt doorbelast naar de werkgevers. Maar volgens mij is het alleen zo op het moment dat je uit dienst treedt en dan nog geen andere banen hebt en dan binnen 4 weken ziek wordt, dan wordt dat deels doorbelast inderdaad aan de werkgever. Volgens mij op het moment dat je al in dienst bent bij een nieuwe werkgever, dan maak je dus geen aanspraak op een uitkering, maar krijg je dus gewoon ziektegeld vanuit een dienstverband. Dus kan dat volgens mij nooit terugkomen naar de werkgever. Misschien kan het anders worden op het moment dat iemand dan in een proeftijd wordt ontslagen, omdat hij misschien binnen die maand dan ziek is geworden. Dat zou kunnen. Maar goed, dat zijn denk ik echt de uitzonderingen. Is de werknemer verplicht om met zijn werkgever zijn ziekte te bespreken? Nee. Goeie vraag, dat wilde ik vertellen. De beperkingen in inderdaad dat gesprek aangaan, is dat je best als werkgever mag vragen van, goh, kom eens even langs, of kan ik bij je langskomen, ik wil even horen hoe het met je gaat. En dan kun je natuurlijk kijken van, goh, wat is er eigenlijk aan de hand? En kan ik iemand op korte of lange termijn terugverwachten? Maar heel veel meer is een werknemer niet verplicht om te melden. Dus een werknemer is niet verplicht om aan te geven wat hij mankeert. Hij hoeft alleen maar zich ziek te melden en aan te geven, ik verwacht er op korte termijn wel weer te zijn of niet. Dus meestal wordt er dan gezegd, ik heb een griepje, dus hopelijk ben ik er met een paar dagen weer hooguit een week. Nou, dan weet je als werkgever, dan hoef ik geen bedrijfsarts in te schakelen, want dan vertrouw ik erop dat je inderdaad gewoon een griepje hebt en met een paar dagen weer terug. Op het moment dat jij als werknemer zelf denkt van, het gaat echt niet goed met mij, dus ik verwacht dat ik langdurig uitval, ben je dat wel verplicht mee te delen, maar niet wat de oorzaak ervan is. En daar mag een werkgever in principe ook niet naar vragen. Na 2 jaar ziekte toetst het UWV of jij als werkgever voldoende hebt gedaan aan de reïntegratie. Het UWV toetst niet of een werknemer voldoende heeft gedaan. Daar zal ik zo nog even wat meer over zeggen. Dus na 2 jaar ziekte, dan vraagt de werknemer de WIA-uitkering aan en dan zal, zal het UWV eerst toetsen. Heb jij als werkgever voldaan aan je reïntegratieverplichtingen? Ja, dan wordt er beoordeeld hoe in wat voor mate iemand arbeidsongeschikt is. Oordeelt het UWV, je hebt als werkgever niet voldoende gedaan aan de reïntegratie, dan komt hij aan de beoordeling van hoe ziek is iemand eigenlijk, moet hij afgekeurd worden of niet, komt hij aan die vraag helemaal niet toe. Dan wordt er namelijk een loonsanctie opgelegd. En ik heb ook hier weer even erbij gezet dat die loonsanctie maximaal 1 jaar is. Heel veel werkgevers die denken, ik heb een loonsanctie gekregen, daar zit ik dus nog 1 jaar lang aan vast. En dat is niet juist. Het UWV geeft aan in zijn brief wat zij vinden dat jij niet goed hebt gedaan. En op het moment dat jij dat corrigeert of alsnog gaat doen en dat terugkoppelt aan het UWV, dan zal die loonsanctie in principe worden stopgezet. Zo heb ik het recent meegemaakt dat een werkgever niet alle stukken had meegestuurd. Dus het UWV had die stukken opgevraagd. Hij heeft dat netjes nagezonden van, hier heb je de gevraagde stukken, maar er ontbrak een document. Dus het UWV zei, dat document heb ik niet, dus dat heb je niet gedaan. Bijvoorbeeld een eerstejaarsevaluatie, ik noem maar even wat. Dus die koppelde terug van, je hebt niet voldaan aan de verplichtingen uit de wet. Dus ik leg een loonsanctie op. Dus de werkgever die leest dat en die denkt, door zo'n stomme fout moet ik die 1 jaar lang betalen. Maar wat bleek, deze werkgever had wel degelijk dat formulier met die werknemer ingevuld. Dus hij had het wel gedaan, alleen het UWV had dat formulier niet. Dus hij heeft dat formulier nagezonden naar het UWV en per direct is de loonsanctie stopgezet. Dus zo eenvoudig kan het echt soms zijn. Ik krijg de vraag, wat is het verschil tussen een administratieve en een inhoudelijke loonsanctie? Geen idee. Ik moet echt zeggen, geen idee. Ik ken eigenlijk maar 1 loonsanctie, tenminste die ik via de werknemers zie. En dat is gewoon dat er wordt geoordeeld wat er niet goed is gegaan en dat er dus een loonsanctie wordt opgelegd. Dus of daar verder nog onderscheid in wordt gemaakt, misschien in het kader van uitkeringen toekennen of iets dergelijks, dat werkgever misschien wordt doorbelast, ik durf het niet te zeggen. Hoe lang moet je een zieke werknemer met een griepje doorbetalen? Zolang die ziek is. En op het moment dat je denkt van, dit duurt wel erg lang voor een griep, dan moet je hem oproepen bij de bedrijfsarts. Dan gaat die kijken van, wat is er eigenlijk aan de hand? Gaat het hier wel om griep of is er eigenlijk iets heel anders aan de hand? Dus op het moment dat je denkt, dit duurt wel heel lang, is het altijd goed om de bedrijfsarts in te schakelen. Sowieso moet dat binnen 6 weken, want binnen 6 weken, dat is een verplichting uit de wet. Dus in principe kan je 6 weken stilzitten, maar je moet dus wel zorgen dat je binnen 6 weken uiteindelijk de werknemer oproept bij de bedrijfsarts om te kijken van, wat is er aan de hand en wat kan deze werknemer nog wel of niet doen? Ik zei het al, een werknemer, daar wordt niet getoetst door het UWV na 2 jaar ziekte. Heeft de werknemer wel voldoende gedaan aan zijn reïntegratie? Dus in die zin denken veel mensen, een werknemer kan er dus echt een potje van maken. Dat is dus niet zo.
werkgever moet zorgen dat hij de werknemer bij de les houdt. Dus op het moment dat jij een heel onwelwillende werknemer hebt, dan moet jij als werkgever optreden. Doe je dat niet, dan heb jij als werkgever na 2 jaar ziekte niet voldoende gedaan aan de reïntegratie. Want dat is dus echt jouw wettelijke taak om die werknemer te stimuleren mee te werken aan zijn reïntegratie. Hoe doe je dat dan? Nou, de wet geeft heel duidelijk aan welke sancties er zijn voor de werknemer. En eigenlijk de 2 belangrijkste sancties zijn het loon opschorten of het loon stopzetten. En ik zeg dus heel duidelijk dat dat een onderscheid is. Want op het moment dat je deze 2 door de war haalt, kan werknemer daar bij de rechter tegen opkomen. En dan gaat de hele loonsanctie van tafel. Ik zal zo een enkel paar voorbeelden geven over wanneer is nou wat van toepassing. En wat ook nog wel eens wordt vergeten, is dat je altijd een werknemer wel moet waarschuwen. Op het moment dat een werknemer niet doet wat hij moet doen, dan moet je dat gaan kenbaar maken. Van, ik had je bijvoorbeeld opgeroepen bij de bedrijfsarts en je komt niet, je verschijnt niet. Nou, op het moment dat je dat, hier heb je een nieuwe oproep en als je weer niet komt, dan ga ik je loon opschorten. Dus dat moet je altijd eerst waarschuwen. Op het moment dat de werknemer weer niet zijn afspraken nakomt, moet je ook de loonsanctie nog een keer bevestigen. Dus je moet dan de werknemer laten weten van, je bent weer niet geweest, dus ik ga nu je loon opschorten. Altijd goed, als iemand bijvoorbeeld niet op een afspraak verschijnt, is het altijd even belangrijk om wel te checken, heeft die werknemer de oproep überhaupt ontvangen? Dus ga even bij de bedrijfsarts na van, hoe heb je dat gedaan? Is dat per mail gegaan? Heb je dat per post gedaan? Per mail zie ik dat dat heel vaak misgaat door een typfoutje. Ja, dan kun je dat de werknemer natuurlijk niet aanrekenen als hij hem niet ontvangen heeft. En soms is het ook wel goed om even na te gaan, verblijft iemand misschien ergens anders? Dus dat je even checkt van, hoe gaat het met je? Verblijf jij gewoon thuis of word jij ergens anders verpleegd? Meestal bij het ziekenhuis weet je natuurlijk wel als je werknemer in het ziekenhuis ligt. Maar iemand, bijvoorbeeld een jong iemand die op zichzelf woont, kan ook een paar dagen terug zijn gegaan naar zijn ouders, omdat hij zich gewoon echt heel ziek voelt. Dus dat kan. Maar de werknemer hoort dat natuurlijk wel even netjes door te geven. Dus het is altijd goed om dat even dan te informeren bij de werknemer. Laatste puntje op deze sheet, de deskundige oordeel. Deskundige oordeel kun je bij het UWV aanvragen. Nou, de meeste werkgevers weten dat wel. Je kunt een paar, op de website van het UWV kun je goed zien van, wat kan ik nou vragen aan het UWV? Bijvoorbeeld als jullie van mening verschillen of iets passend werk is, dan is het goed om als werkgever daar ook proactief in te handelen. Omdat jij uiteindelijk degene bent die afgerekend wordt als het te lang stil blijft liggen. Voor werkgevers kost zo'n deskundig oordeel €400. Dus dat is echt een behoorlijk bedrag. Maar het kan zich heel makkelijk terugverdienen. Op het moment namelijk dat jij te lang stil blijft zitten, kan je uiteindelijk dus een loonsanctie krijgen. En die kost heel veel meer. In dat kader adviseren ook veel reïntegratiebureaus die werkgevers begeleiden bij zieke werknemers. Ook om na een jaar een deskundig oordeel proactief aan te vragen. Dus ook als er helemaal niks aan de hand is. Ik zelf adviseer dat ook meestal, van ga dat doen. Op het moment dat je namelijk aan het UWV voorlegt van, doe ik voldoende aan de reïntegratie van deze werknemer? En je krijgt het antwoord nee, heb je nog een jaar om dat te corrigeren? En voorkomt dat wellicht een loonsanctie na 2 jaar ziekte? Dus daarom wordt er eigenlijk heel vaak geadviseerd om zo'n deskundige oordeel ongeveer rond een jaar eens aan te vragen bij het UWV van, gaat het goed? Ik krijg 2 vragen binnen. De werknemer heeft ziek aangemeld. De werkgever neemt de beslissing om door te betalen, maar niet vakantiegeld en vakantiedagen. Kan dat? Nee, in principe niet. Je kunt met elkaar, en dat staat dan meestal in een cao, een wachtdag of 2 wachtdagen zelfs inhouden. Dus dat betekent dat je een werknemer een dag minder loon betaalt. En dat is vooral om te voorkomen dat werknemers zich voor elk wisselwasje gaan ziek melden voor een dag. Dus dan wordt er een zogenaamde wachtdag ingenomen opgenomen in de cao. Mag je vakantiedagen verrekenen? Nee, daar is echt het antwoord nee op. De wet geeft heel duidelijk aan dat een vakantiedag alleen op verzoek van de werknemer opgenomen mag worden. Dus een werknemer moet aangeven dat hij vakantie wil opnemen. Dus als werkgever kan je dat niet eenzijdig wijzigen of bedingen. Ik wou er nog bij zeggen, mag je zo'n wachtdag dan verrekenen met vakantiedag? Nou, als werknemer dat wil, dan kan dat. Maar leg dat goed schriftelijk vast, dat het verzoek is van de werknemer zelf. Als je een werknemer hebt die de Nederlandse taal onvoldoende beheerst, ben je dan verplicht als werkgever om een tolk tijdens gesprekken met een arbo-arts in te schakelen? Die heb ik eigenlijk nog nooit in mijn praktijk gehad. Maar ik vermoed van niet.
Maar dat weet ik niet zeker. Dus dat zou ik naar moeten gaan voor je. Als je dat graag wil weten, laat het even weten. Dan ga ik kijken of ik dat voor je kan uitzoeken. Zoals beloofd, een paar voorbeelden. Nou, werknemer meldt zich ziek, maar je twijfelt aan de ziekmelding. Wat doe je dan? Nou, bij de bedrijfsarts oproepen. Maar wat als die werknemer dan geen gehoor geeft aan die bedrijfsarts? Nou, zoals ik net al zei, dan ga je de werknemer daarvan op de hoogte stellen. Van, hey, je was opgeroepen, je bent vandaag niet verschenen. Dus hierbij heb je een nieuwe oproep. Op het moment dat je weer niet komt, dan ga ik je loon opschorten. Nou, komt die dus niet, ga je dus bevestigen, loon opschorten. Loon opschorten is vaak alleen maar van toepassing op geval van redelijke voorschriften die als werkgever geeft. En dat is een daarvan is dan oproepen bij de bedrijfsarts. Bijna in alle andere gevallen gaat het om een loonstop. Bijvoorbeeld hè, als de bedrijfsarts zegt, nou, je kan passend werk doen, maar je werknemer hè, roep je op van, ik lees het oordeel van de bedrijfsarts, roep je op om morgen om 9 uur te komen in passend werk, de werknemer komt niet. Nou, dan ga je ook weer eerst waarschuwen van, ik heb je opgeroepen, je bent niet verschenen, hierbij een nieuwe oproep om morgen te komen. Op het moment dat je weer niet komt, ga ik je loon stopzetten. Nou, komt hij weer niet, moet je dus weer even bevestigen dat je het loon stopzet. Ik zeg altijd wel van, met de termijn van oproepen, let even goed op of die werknemer het wel redelijkheidshalve gelezen kan hebben. Als jij s'avonds om 9 uur een bericht stuurt, ik verwacht je morgenochtend om 7 uur, dan is de kans groot dat die werknemer die ziek is niet dat nog leest. Wil je zeker weten dat een oproep hem bereikt, dan zul je dat met aangetekende post moeten doen. Maar dat duurt 1-2 dagen voordat hij die heeft. Dus hou daar rekening mee met de termijn van oproepen, van dat je dan redelijkerwijs wel die werknemer dat bericht hebt kunnen laten toekomen. Nou, tot slot een tip. Heel vaak wordt er regelmatig, tenminste wordt door een bedrijfsarts gezegd van, er is wat voorgevallen op het werk, of werknemer ervaart spanningen. Soms weet je daar zelf helemaal niks van. Dat kan. Hè. Dat de werkgever of de bedrijfsarts zegt, ik adviseer een mediator in te schakelen. Ik zie heel vaak dat werkgevers dat niet doen. Die zeggen, ik heb geen mediator nodig. Hè. Kom maar eens even langs. Een bedrijfsarts zegt niet voor niets dat je een mediator moet inschakelen. Dus dan is er echt wel wat aan de hand. Dus ik adviseer altijd van, doe dat. Een mediator kan zo'n gesprek gewoon heel goed begeleiden. En dan voorkom je ook dat de verhoudingen scheef zijn in zo'n gesprek. Dat een werknemer, sommigen die zijn gewoon niet zo mondig en die slaan totaal dicht in zo'n gesprek. Dan kom je echt niet verder met zo iemand. Dus een mediator kan daarvoor een heel goed middel zijn. Duurt vaak ook helemaal niet lang. Het zijn vaak een aantal uren. Ben je verzekerd voor rechtsbijstand of voor een verzekering voor zieke werknemers, dan wordt het doorgaans ook nog wel vergoed of in ieder geval deels. Dus heb je dat een keer aan de hand, kom dan zeker, ga dat na bij je verzekering. Van, wordt dit vergoed? Even kijken. Zijn er verder nog vragen over? Ik had al een aantal vragen tussendoor beantwoord over de zieke werknemer. Ik zie dat dat veel speelt. Het is ook echt lastige materie. Helemaal als een werknemer niet meewerkt. Dus mijn advies is om altijd even goed, als je kan, juridisch advies in te winnen. Want zoals ik al zei, komt het heel nauw van die loonstop en die loonopschorting. Als je het verkeerde woordje gebruikt, dan is het niet geldig. En kan de werknemer dus zeggen van, ik heb gewoon recht op mijn loon. En dat zou heel zuur zijn. Dus laat je goed informeren of zoek het goed uit als je het zelf moet doen. Van, welke loonsanctie kan ik nu toepassen? Ik zie ondertussen geen vragen binnenkomen. Dus dan ga ik met jullie naar het laatste onderwerp. Ik zie dat we ook al op goed 4:50 zitten. Ontslag op staande voet. Nou, ik denk dat elke werkgever en ook werknemer wel weet van, er moet een dringende reden zijn. Er moet echt wel wat aan de hand zijn voordat je een werknemer op staande voet mag ontslaan. Simpel voorbeeld om mee te beginnen. Diefstal. Is dat altijd reden voor een ontslag op staande voet? Ja of nee? Jullie mogen weer in de chat reageren, zie ik. Ik zie nog niks binnenkomen. Nou, er wordt heel wisselend gereageerd. Ja, nee, niet altijd. Hangt vanaf, dus nee. Klopt. Dus zegt iemand nee, want er moet objectief een reden zijn en subjectief. Nou, laten we eerst even naar dit voorbeeld kijken. Diefstal, jullie hebben gelijk. Het is niet altijd reden voor ontslag op staande voet. En je zou denken, diefstal is dusdanig wel serieus dat je daar als werkgever toch gewoon ontslag op staande voet voor mag nemen, of mag geven. Ik geef altijd een simpel voorbeeld.
Stel, ik ga morgen naar kantoor en ik neem een pen mee. Want ik denk, ik heb thuis geen pen, ik grijp elke keer mis. Ik werk ook thuis, dus ik neem die pen mee naar huis. Zou dat een ontslag op staande voet zijn? Ik denk dat jullie allemaal zouden zeggen nee. Hè, want hoe vaak gebeurt dat wel niet? Ik neem regelmatig per ongeluk een pen mee. Ja, gelukkig krijg ik daar geen ontslag voor. Maar stel nou, ik ben 16 jaar. Ik werk bij een grote winkelketen en wij verkopen pennen. En ik denk als 16-jarige, ik grijp elke keer mis thuis. Dus dezelfde situatie en ik neem een pen mee. Is het dan ontslag op staande voet waardig? Dan zullen waarschijnlijk de meeste mensen zeggen ja. Maar wat nou als ik 65 ben en ik werk al 20 jaar bij die winkelketen en neem om diezelfde reden die pen mee? Is het dan ontslag op staande voet waardig? Waarschijnlijk zijn jullie dan in twijfel. En zo zie je dat zo'nzelfde situatie onder verschillende omstandigheden wel of niet een ontslag op staande voet kan zijn. En dan neem ik een paar uitersten. Een 16-jarige die er net werkt als bijbaantje en een penjat. Dan denken de meeste mensen, ja, als het daarmee begint, waar eindigt het dan? Maar die werknemer die al 20 jaar in dienst is en die neemt een pen mee, ja, dan zou je kunnen zeggen, ja, maar 20 jaar is dat nooit gegaan, zo gedaan. Dus hij heeft echt een onberispelijke staat van dienst. Maar goed, de een is wel, de ander is niet. Dan zit daar een heel grijs gebied tussen. Want waar ligt dan die grens? Bij een jaar, 5 jaar in dienst, 10 jaar, zeg het maar. En dat is precies wat een rechter eventueel moet toetsen. Die gaat naar alle omstandigheden van het geval kijken. En die gaat dan beoordelen, vind ik in dit geval het gerechtvaardigd dat iemand ontslag op staande voet krijgt. En daarbij zal hij ook meerekenen het gevolg. Zo'n 16-jarige, als die ontslag op staande voet krijgt, waarschijnlijk vragen ze toch geen uitkering aan, want ze heeft zo weer een ander bijbaantje. Maar als je 65 bent, dan is de kans niet zo groot dat je weer een nieuwe baan krijgt. Dus je valt terug naar een uitkering en je krijgt een ongelooflijk pensioengat. En dat terwijl je misschien 20 jaar echt een keigoeie werknemer bent geweest. Nou, die 65 jaar, dat is ook echt een zaak geweest bij een grote winkelketen in Nederland die nog bestaat. En dat ging het om 2 flesjes motorolie voor de auto. En deze man zat een half jaar voor zijn pensioen. En daarvan heeft de rechter gezegd van ja, weet je, je hebt 20 jaar gewoon keihard gewerkt voor dit bedrijf. Ja, je zat fout, je had het gewoon moeten afrekenen, maar ja, de gevolgen zijn zo groot. In dit geval vind ik dat er een schriftelijke waarschuwing gegeven had moeten worden. Dus de rechter neemt dus ook die gevolgen mee. En zoals je ziet is dat heel subjectief. De ene rechter is de andere rechter niet. De ene rechter zal veel strenger zijn bij een diefstal dan bij een andere rechter. Die denkt van, nou ja, we hebben het over een pen. Dus dat is heel subjectief. En omdat al die omstandigheden meewegen, is ook geen zaak gelijk. En dat maakt het zo moeilijk om van tevoren in te schatten of je nou wel of geen ontslag op staande voet moet geven. Of dat stand zal houden. Omdat je echt verschilt per rechter. Als ik kijk naar kleine vergrijpen, bijvoorbeeld een brood meenemen bij de bakker of die 2 flesjes motorolie, dan zie ik ook echt tweeledig. De ene helft van de rechters die vindt gewoon wat je ook meeneemt zonder te betalen, is ontslag op staande voet. En de andere helft zegt, zoiets kleins, nou gaan we daar nou zo moeilijk over doen. Dus dat maakt het heel erg lastig voor ons om daar goed juridisch over te adviseren. Op het moment dat je tot het oordeel komt van, ik wil deze werknemer wel op staande voet ontslaan, want ze heeft gestolen. Dan zul je waarschijnlijk ook eerst onderzoek doen van, heeft ze het echt gestolen? Dus je zal bij collega's wellicht gaan navragen van, heeft ze het inderdaad niet bij jou afgerekend? Je zal die werknemer willen confronteren. Je wil misschien nog wat nader onderzoek doen. Dus ja, wanneer geef je dan dat ontslag op staande voet? En belangrijker nog, tot wanneer kan je dat doen? Kan je dat ook nog enkele maanden nadat het is ontdekt? Want diefstal blijft diefstal. Moet je de kantonrechter toestemming vragen? Of ga je inderdaad op staande voet ontslaan met bevestiging van de reden van het ontslag? Ik zie de antwoorden al binnendruppelen. De meesten die wachten volgens mij nog even mijn toelichting af. Nou, ik zie dat tot nu toe niemand antwoord 2 kiest. Nou, ik kan alvast verklappen dat dat inderdaad waar is. Een ontslag op staande voet geef je zelf en dat doe je niet via de kantonrechter. Dus daar hebben jullie helemaal gelijk in. Nou, ik zie dat het blijft steken dat de meeste mensen zeggen antwoord 3. En dat klopt. Op het moment dat je zelf zegt van ja, ik wil ontslag op staande voet geven, dan kun je dat doen met bevestiging van de reden van het ontslag. Vervolgens kom je in de discussie of het terecht is gegeven, maar dit is wat je doet.
Antwoord 1, er was iemand die ook antwoord 1. En die is ook niet helemaal fout. Want zoals ik al zei, je zult soms ook onderzoek moeten doen. En dat kan soms even duren. En een rechter vindt het heel belangrijk dat je als werkgever zorgvuldig te werk gaat. Dus dat je inderdaad die werknemer gaat horen. Dat je onderzoek gaat doen. En soms heeft dat onderzoek nou eenmaal echt tijd nodig. In die stal zal het misschien makkelijker zijn, omdat je eerst al het vermoeden misschien hebt gehad, maar als het om kassatekorten gaat, dan kan je heel snel vaststellen en zul je dus ook heel snel moeten gaan handelen. Maar in geval van bijvoorbeeld seksuele intimidatie, dat is iets heel erg lastig. En als je daar één signaal van krijgt, ja, hoe betrouwbaar is dat? Is dat niet iemand die toevallig net een ex-vriendinnetje is en die denkt van nou, ik ga hem eens even een hak zetten, dus seksuele intimidatie. Dan zul je heel grondig en secuur te werk moeten gaan, want dat is nogal een aantijging. En dat vindt de rechter ook. En dan kan het soms inderdaad echt een poos duren voordat je daadwerkelijk tot ontslag op staande voet overgaat. En soms wordt dat ook echt zeker wel goedgekeurd. Maar ook dat is weer zo'n grijs gebied. Wanneer is het nog onverwijld? Want dat staat in de wet. Je moet onverwijld een ontslag op staande voet geven. En ook dat is dus subjectief. En het ene geval is het andere geval niet. Als je al heel veel signalen hebt gekregen van seksuele intimidatie, kan je misschien heel snel gaan handelen. Op het moment dat het er dus maar één is, zul je moeten gaan onderzoeken. Dus ook dat is subjectief. Soms moet je binnen een dag een ontslag op staande voet geven. En soms kan daar dus een paar weken tussen zitten. Vaak geef je dan al wel iemand even, zet je die op non-actief in afwachting van zo'n onderzoek. Dus dan weet zo'n werknemer ook wel, dan heb je die al gehoord en die weet van, je bent ermee bezig. Dus dat is altijd wel belangrijk om dat schriftelijk dan ook te bevestigen van, we zijn ermee bezig, we moeten onderzoek doen. Maar blijf daar wel ook echt voortvarend in handelen, want op het moment dat je dus te lang stil zit, kan de rechter zeggen van, sorry, maar dit was echt niet meer onverwijld en gaat het ontslag dus van tafel. Er stond ook al even bij in dat laatste antwoord van dat je onverwijld die mededeling van de reden moet doen. Dus stel dat je Pietje wil ontslaan, kan je niet alleen maar tegen Pietje zeggen, Pietje, bij deze ontslag op staande voet. Je moet Pietje ook aangeven waarom die wordt ontslagen. En omdat het ook zo'n strikt vereist is in de wet, is het advies ook om dat dus schriftelijk te bevestigen. Want anders kan Pietje laten zeggen, ze hebben dat helemaal niet gezegd, waarom? Het is altijd goed om dat schriftelijk te bevestigen, eventueel zelfs per aangetekende brief, zodat je bewijs hebt dat je dat hebt gedaan. Nou, zoals jullie zien, twee van de drie criteria zijn heel subjectief. En bij die laatste, daar zitten toch ook nog wel wat haken en ogen aan. Want op het moment dat jij tegen Pietje zegt, Pietje, jij hebt diefstal gepleegd, dan zul je diefstal in de zin van het wetboek van strafrecht moeten gaan bewijzen. En dat betekent dat je dus ook de opzet van die diefstal moet gaan bewijzen. En op het moment dat Pietje dat ontkent, zal dat heel erg lastig gaan worden. Helemaal in geval van zo'n pen. Ja, misschien had hij hem even in zijn broekzak gestoken om zo af te rekenen voordat hij naar huis ging. En is hij dat vergeten? Ja, dat kan een keer gebeuren. Dus die opzet moet je dan bewijzen. Dus vandaar dat het advies altijd is, op het moment dat je die mededeling vastlegt, blijf gewoon bij de feiten. Pietje, je hebt een pen meegenomen zonder te betalen. Dan hoef je alleen maar te bewijzen dat Pietje die pen heeft meegenomen zonder te betalen. En hoef je dus daar verder geen opzet of iets dergelijks bij kenbaar te bewijzen. Zorg ook wel dat je volledig bent. Op het moment dat je zegt, maar Pietje, jij hebt deze keer was het een pen en de vorige keer was het een tijdschrift en die keer daarvoor was het een pakje sigaretten, bij wijze van. En je zet alleen die pen en vervolgens zegt de rechter, ik ben er niet van overtuigd dat dat hij die echt inderdaad heeft meegenomen zonder te betalen. Dan kan je niet zeggen, maar er gaat al een hele geschiedenis aan vooraf. Dan zul je dat moeten melden. Dus die vastlegging is erg belangrijk. Vinden ook wij als juristen en advocaten altijd heel erg lastig. En kijken we vaak met elkaar mee. Dus ik zou zeggen, heb je zo'n situatie, laat je echt even goed adviseren. Want op het moment dat het ontslag op staande voet geen stand houdt, want de werknemer die zal altijd daar in rechten tegen op gaan komen, want hij kan eenmaal geen WW-uitkering aanvragen. Dus een werknemer moet wel opkomen tegen het ontslag, om dat ontslag op staande voet van tafel te krijgen, zodat hij in ieder geval een uitkering gaat krijgen. Ik zal zo ook nog even laten zien wat een werknemer kan doen, dus wat hij kan vorderen. Wat ik mee wil geven, nu nog even, want ik zie dat er ook een vraag is binnengekomen. Denk goed na over de gevolgen van ontslag op staande voet. Daar kan je jarenlang over procederen. En stel dat na die paar jaar dat je erover geprocedeerd hebt, vast komt te staan, dat je dat onterecht hebt gegeven, zul je dus met terugwerkende kracht dat loon moeten gaan betalen. Dus dat is een heel groot risico. En tegenwoordig in de nieuwe wet met de WWZ in hoger beroep over ontslagen is dat allemaal heel erg uitgebreid. Dus kan het heel lang duren voordat je die duidelijkheid hebt. Ik krijg een vraag.
Iedere werkgever van mij heeft mij op basis van datalekken geprobeerd te ontslaan op staande voet. Achteraf had ik dit niet gedaan, maar zij hebben mij van 7 tot 6 uur 's avonds in een kantoor op het werk vastgehouden tot ik iets had ondertekend. Iemand vasthouden mag ook niet. Maar een rechteradvocaat kon hier niks mee. Hoe kan dat? En dan bedoel je denk ik, hè, van hoe kan het dat ik word vastgehouden en dat jullie als advocaat daar dan niks mee kunnen? Begrijp ik de vraag dan goed? Ja, krijg ik als beantwoording. Ik vermoed, ja, hè, dit is niet mijn specialisme, ook al is het een werkgever-werknemer verhouding. Ik vermoed dat, dat een advocaat er zelf niks mee kan, omdat het iets strafrechtelijk is om te vervolgen. Hè, want jij bent eigenlijk van je vrijheid beroofd. En dat betekent dat je daar aangifte van moet doen bij de politie. En dat zij dat moeten vervolgen. Dus ik verwacht dat dat het antwoord is waarom die advocaat daar niks mee kon. Ik weet niet of je ook uiteindelijk onder druk, hè, omdat je daar zo lang hebt gezeten. Want ik moet zeggen, nou, ik heb dit nog nooit meegemaakt. Dus het is wel echt een bizarre situatie waar je in hebt gezeten. Stel dat je een keertje wordt gedwongen om iets te ondertekenen, omdat je eerder niet weg mag. En je schrijft ook inderdaad van ja, ik heb inderdaad onder die druk uiteindelijk toch maar getekend. Ik adviseer altijd, teken dan voor gezien. Dus zet er gewoon bij voor gezien. En dan is het wel belangrijk dat je daarna dus een brief opstelt van, goh, ik heb deze brief alleen maar voor gezien getekend om die en die redenen. Een werkgever wil nou eenmaal die handtekening. En dat is soms ook bijvoorbeeld met een ziek werknemer, hè, die moet ook iets tekenen. Plan van aanpak is gewoon in belang van het reïntegratiedossier. Dus werkgever wil daar per se een handtekening voor, want anders is die niet geldig. Ja, dan kan je zeggen, ja, die heb je achteraf opgesteld. Heb je helemaal niet met mij besproken. Dus op het moment dat je wordt gedwongen om iets te tekenen waar je niet achter staat, zet er gewoon bij voor gezien. En dan gaat in de praktijk elke werkgever daar eigenlijk wel mee akkoord, want dan hebben ze de handtekening die ze willen hebben. En dan zien ze later wel weer wat het gevolg heeft dat het alleen maar voor gezien was. Dus dat is een tip die ik je voor de toekomst mee kan geven. Nou, ik beloofde nog even stil te staan bij de gevolgen van de ontslag op staande voet, wat een werknemer dan kan doen. Een werknemer heeft een keuze. Vernietiging van het ontslag, dus dat je zegt, ik ben het niet mee eens. Dus ik maak aanspraak op mijn baan en ook dus op mijn loon. Dus dat gaat vaak gepaard met een voorlopige voorziening. Dus in kort geding van, goh, rechter, ik wil graag weer toegelaten worden tot mijn werk. En ik wil mijn loon krijgen. Wil je dat toewijzen? Want werkgever wil dat niet. Een werknemer kan zich ook neerleggen bij het ontslag. En dan zal die aanspraak maken op gefixeerde schadevergoeding. Dat is een schadevergoeding voor het feit dat je niet correct hebt opgezegd. Dus de opzegtermijn bijvoorbeeld. En daarnaast een transitievergoeding vorderen. Plus ook een billijke vergoeding. Want op het moment dat een rechter zegt van ja, je hebt onterecht ontslag op staande voet gegeven, dan komt het vaak toch ook wel tot een billijke vergoeding nog bovenop de transitievergoeding. Vaak zie je dat in de procedure de werknemer switcht. Dus vaak begin je met de vernietiging van het ontslag omdat de werknemer nog geen andere baan heeft. Maar zoals ik al zei, die procedures kunnen ontzettend lang duren. Dus vaak zie je dat een werknemer toch wel alweer een andere baan heeft gevonden. En dan switch je dus eigenlijk naar die andere grond. Dus dat je zegt van, oké, inmiddels prima dat ik ontslagen ben. Maar ik vind wel dat dat onterecht een ontslag op staande voet was. Dus ik maak aanspraak op een vergoeding. Die switch, dat mag. Daar is inmiddels veel over geprocedeerd of dat mag. En dat mag echt. Hier geldt wel weer ook een hele strenge vervaltermijn. 2 maanden. Dit verzoek moet binnen 2 maanden worden gedaan nadat het ontslag is gegeven. Op het moment dat je dat niet tijdig doet, heb je als werknemer pech en staat het ontslag op staande voet daarmee vast. Wat doe je als werkgever vaak? Dus stel dat je iemand op staande voet hebt ontslagen en je wordt gedagvaard voor of wedertewerkstelling of die vergoeding. Helemaal als er wedertewerkstelling wordt gevraagd, is het altijd goed om een voorlopig ontbindingsverzoek in te dienen. Dus dan zeg je eigenlijk tegen de rechter van, goh, rechter, stel dat jij tot het oordeel komt dat ik het ontslag op staande voet onterecht heb gegeven, dan vraag ik hierbij toch toestemming om, vraag ik toch of je de arbeidsovereenkomst wil ontbinden, want inmiddels is het vertrouwen is weg, we hebben een dusdanig geschil, wij kunnen niet meer met elkaar samenwerken. Dus dat is altijd belangrijk om dat te doen. Dus ga daar niet heel naïef zo'n procedure in als je wordt gedagvaard, maar zoek daar echt juridische hulp bij. Want zo'n voorlopig ontbindingsverzoek, dat kan toch echt wel behoorlijk geld schelen als je dat goed aanpakt. Volgens mij had ik nog 1 sheet met een voorbeeld. Even de combinatie ontslag op staande voet en een zieke werknemer. Werknemer meldt zich ziek en bij een spoedcontrole door de bedrijfsarts is de werknemer niet thuis.
De werkgever die is op Facebook vrienden en die checkt even de Facebook. En wat ziet hij daar? Deze werknemer is heerlijk aan het klussen met een baat op een oldtimer in de garage van die vriend. En er staan allemaal leuke foto's op, lachend. En deze werkgever denkt, jeetje, die wordt echt laaiend. Want het was ontzettend druk en hij had deze werknemer echt niet kunnen missen. Dus voor werkgever is het duidelijk. De werknemer is niet ziek en hij ontslaat hem op staande voet. Ook al duurt het contract nog maar 2 maanden. Nou, het is heel goed om in zo'n geval te bedenken, wat levert beide gevallen op? Als je ontslag op staande voet geeft, loop je heel veel risico. Het loon over die 2 maanden, een vergoeding voor schadevergoeding, een billijke vergoeding misschien wel zelfs. Transitievergoeding zal bij een tijdelijk contract waarschijnlijk niet aan de orde zijn. Al gaat dat volgend jaar natuurlijk veranderen, dus dan krijg je ook nog eens de transitievergoeding. Terwijl als je op dit moment, de bedrijfsarts, hij was niet thuis, dus je gaat werknemer aanschrijven. Hey, we hebben een controle gedaan, je was er niet. Dus er komt een nieuwe controle. Als we je weer niet thuis aantreffen, dan ga ik je loon opschorten. Op het moment dat die werknemer denkt, nou, ik heb er helemaal geen zin meer in. Dus die gaat gewoon lekker doen wat hij wil. En de bedrijfsarts komt voor de tweede keer. Dan zal de bedrijfsarts oordelen, nou, je was er weer niet. Dus ik kan niet vaststellen dat je ziek bent of niet. Dus kan je het loon opschorten. En dat betekent dat je als werkgever eigenlijk die 2 maanden loon helemaal niet meer hoeft te betalen. Dus dit is echt een heel duidelijk voorbeeld. Bij tijdelijke contracten moet je echt een goede afweging maken van, goh, wat zijn de gevolgen voor als ik ontslag op staande voet geef. En vaak bij tijdelijke contracten zeg ik, brand je vingers er niet aan en laten we het op een andere manier proberen. Of met wederzijds goed vinden of inderdaad het loon opschorten. Dus laat je altijd goed adviseren in dat geval van, goh, wat moet ik doen? En ga niet zomaar uit frustratie een ontslag op staande voet geven. Dit was wat ik graag wilde vertellen aan jullie. Ik wil graag weten of jullie nog vragen hebben voor mij. Bij een vast contract zou je deze werknemer kunnen ontslaan? Nou, in het geval van die ziekte, nee. Op dat moment nog niet. Je moet hem eerst waarschuwen. Loon opschorten. Je hebt heel veel maatregelen die je nog kan nemen om die werknemer aan te sporen om te reïntegreren. En die moet je echt eerst uitputten voordat je een zieke werknemer kan ontslaan op staande voet. Het kan zeker wel. Er zijn echt wel genoeg gevallen bekend waarin een zieke werknemer ontslag op staande voet krijgt, omdat hij niet meewerkt aan zijn reïntegratie. Maar daarvoor moet je echt eerst een heleboel andere stappen zetten. Bijvoorbeeld ook een deskundig oordeel aanvragen, et cetera, et cetera. Ook goed is om altijd even bij stil te staan van, goh, weet je wat er misschien speelt? Op het moment dat iemand een psychische inzinking heeft en hij reageert dan nergens op, kan het maar zo zijn dat uiteindelijk een rechter vaststelt van, ja, deze werknemer was zo ziek, hij was ook niet in staat om om te reageren of bij een bedrijfsarts te komen. Dus dat zijn de bijzondere gevallen. Dan valt even mijn vorige vraag weg. Kan ik die nog terugzien? Ja. Even kijken. Ik heb te maken met de werknemer die vaak ziek meldt. En wordt de wachtdagen elke keer opnieuw beginnen of maar 2 dagen wettelijk per jaar. Die wachtdag, dat moet je echt even goed kijken, want waarschijnlijk is er een CEO van toepassing, hoe dat werkt. Plus dat je ook kan zeggen, als een werknemer zich binnen 4 weken opnieuw ziek meldt, dan tellen die periodes natuurlijk samen, zegt de wet. Dus dan is het ook de vraag of je dan opnieuw een wachtdag in mag houden. Dus het is even goed om daar naar te kijken van wat is daar overeengekomen. Even kijken, zie je nog een vraag. Wanneer het minder goed gaat bij het bedrijf en je hebt niet meer voldoende werk voor medewerker, welke stappen moet je dan nemen? Dan ga ik even uit, bedrijfseconomische omstandigheden. Nou, ik adviseer altijd, als je twijfelt of een werknemer wel wil instemmen met een ontslag, om eerst het ontslag aan te vragen bij het UWV. Bij het UWV heb je 3 formulieren die je uiteindelijk moet invullen om het ontslag in werking te zetten. Op het moment dat je eerst met werknemer om de tafel wil, hoef je alleen maar het eerste deel in te vullen. En dat zijn eigenlijk alleen maar een aantal persoonlijke gegevens. En dan krijg je vervolgens de tijd van het UWV om met werknemer in gesprek te gaan over het ontslag. En meestal zie je dat je uiteindelijk dan helemaal die formulieren B en C niet meer hoeft in te dienen, omdat je met de werknemer er waarschijnlijk samen wel uit kan komen. Nou, afspraken moet je natuurlijk vastleggen in een vaststellingsovereenkomst. En als je daar genoeg triggers in opneemt, dan zal een werknemer waarschijnlijk wel snel instemmen. Bijvoorbeeld heb je wel een concurrentiebeding,
Dan kan je zeggen, nou, ik ontsla je bijvoorbeeld uit die verplichting. Je biedt een transitievergoeding aan. Of een tekenbonus zie ik ook vaak. Dat je iets extra krijgt als je snel instemt. Komen jullie er niet uit, dan zul je dus de UWV-aanvraag door moeten gaan zetten. En bij bedrijfseconomische redenen is het dus de weg naar het UWV en niet naar de kantonrechter. Even kijken. Hoeveel doorslaggevend is verantwoordelijkheid van de werknemer in een bepaalde functie bij de beoordeling dat er voldoende dringendheid is om op staande voet te ontslaan? Die snap ik niet helemaal goed. Kan je daar iets meer over zeggen? Ik verwacht dat het een wat uitgebreide antwoord zal zijn, dus ik wacht heel even het antwoord af. Kijk, ik denk dat het sowieso altijd lastig is, hè, want als je het hebt over een verantwoordelijkheid. Dan zal het waarschijnlijk gaan over het functioneren van de werknemer. En dat hij bepaalde verantwoordelijkheden niet neemt. Of dat je dan zegt van ja, weet je, maar dan pas jij niet op die functie. Dus dan zal het een ontslag wegens dysfunctioneren zijn en geen ontslag op staande voet. Dus ik denk dat je dan eerder een verbetertraject met zo'n werknemer aan zal moeten gaan. En als die niet verbetert, dat je vervolgens wegens dysfunctioneren in gesprek gaat over een vaststellingsovereenkomst of het via aan de rechter voorlegt voor ontbinding. Stel maar dat een meneer vaak te laat komt en je hebt hem gewaarschuwd. Mag je hem dan ontslaan? Nee, voor te laat komen denk ik dat je niet heel snel een werknemer op staande voet kan ontslaan. Ik denk echt dat dit een stukje is van het functioneren. Dus dat je inderdaad schriftelijke waarschuwing geeft, zoals je waarschijnlijk al hebt gedaan, begrijp ik uit je antwoord. Maar dan zul je uiteindelijk moeten gaan zeggen, ja weet je, dit moet gaan verbeteren. Wat heb je daarvoor nodig? Want misschien heeft hij wel een hele goede reden, hè, dat die een zieke man of vrouw, in dit geval meneer, dat zijn vrouw ziek is, dat hij dus de kinderen naar school moet brengen en dat hij daardoor niet redt. Er kan een hele goede reden zijn waarom die regelmatig te laat komt. Dus het is altijd goed om dat gesprek met de werknemer aan te gaan, maar vervolgens wel ook sancties te zetten van oké, wat heb je nodig? We gaan daaraan werken. Misschien kan je iets voor hem betekenen, dat hij later mag beginnen. Ik noem maar wat. Misschien is er iets voor mogelijk, andere diensten. Dus dat je dat meer in overleg doet. En als dat uiteindelijk allemaal niet helpt, ja, dan zul je een verbetering van, ja, weet je, dit moet echt gaan verbeteren. We hebben deze afspraken met elkaar gemaakt. En als het over 3 maanden nog steeds zo is, dan heeft dat gevolgen voor je dienstverband. Maar ik denk niet dat het ontslag op staande voet zal zijn, omdat het niet een dringende reden is. Dus het is niet iets wat voorvalt waarvan je kan zeggen, van mij kan niet meer verwacht worden dat ik deze manier in dienst hou. Want dat is het criterium. Hè? Dus dat je eigenlijk zegt, er is iets dusdanigs gebeurd dat van mij als werkgever niet verwacht kan worden dat ik het dienstverband nog een dag langer in stand houd. En met te laat komen is dat denk ik niet voldoende. Ik zie geen andere vragen binnenkomen. Wel een aantal mensen die zeggen bedankt. Ja, ik ga toch even naast je staan. Er zijn een paar dingen. 1, hartstikke bedankt voor jouw kennis. Heel graag gedaan. En 2, bij Boost zijn we natuurlijk soms doen we een half uur, soms doen we een uur. Je hebt een heel uur volgemaakt. Ja, ik zag het. Dat mag alleen als het webinar natuurlijk hartstikke interessant is. En dat is het natuurlijk heel erg. Dus ja, ook daarvoor dank. En mensen zien het ook al in de chat. Bedankt in de chat, bedankt voor jou. Ik zie er trouwens 1 vraag. Doen we zo meteen, Riet. Ja. Heel veel mensen sluiten af, want ja, het is 5 over 5. Ik zal nog even trouwens presentatie delen voor de mensen die in de chat zitten. Zodat je die gelijk mee kan nemen. Die krijgen ook in de mail volgende week. Maar bij deze krijg je zo meteen een notificatie boven met je kan hem downloaden. Dus ga vooral je gang. En 3 is eigenlijk bij Boost zijn we gewoon altijd bezig met interactiviteit. En we willen ondernemers helpen. En wij vragen ons ook af van gaan we nou webinars doen? Gaan we video's doen? Maar je hebt wel de reden dat we ook webinars doen. Want die interactie, die mensen die vragen kunnen stellen aan jou, dat vinden wij zo belangrijk. Dus daarvoor een groot compliment. Heel erg leuk om die interactie te zien met jullie, de polls invullen en de vragen die we kunnen stellen. Er waren heel veel specifieke vragen, dus super fijn dat die beantwoord zijn. Ik zie dat mensen al veel klikken op het pdfje. Bedankt allemaal. Ik wil misschien nog 1 vraag kunnen... Even kijken, welke geoorloofde sancties kan de werkgever allemaal nemen? In wat voor situatie? Ja. Het is wel een hele algemene vraag. Riet, misschien kan je ook al mailen. Dan gaan we een hele specifieke situatie, als je dat niet erg vindt.
Wacht even, het antwoord af van Riet. Ja, ik denk dat we Riet even gaan menen. Ja. Dan gaan we jou verder bedanken. Helemaal goed. Ik wens iedereen nog een hele fijne avond. Jij wederom bedankt, Sandra. Heel graag gedaan. En mocht je alles nog een keer willen terugkijken, dan zie je daar volgende week meer informatie over. Voor nu wens ik jullie allemaal een hele fijne avond. En Riet, jou mede nog. Dus tot een volgende keer bij een nieuw webinar van Boost.